De Zevenheuvelenloop is weer terug op haar populariteit van voor de coronaperiode. Het aantal deelnemers, zowel de nacht- als de dageditie, is weer met zo'n 30% gegroeid. De organisatie heeft zelfs een deelnemersstop moeten inzetten. In aanloop naar dit weekend werden vandaag de winnaars van vorig jaar gepresenteerd. Nieuw dit jaar is het NN Running Blind Weekend. NN Running Blind is vorig jaar eigenlijk voor het eerst begonnen. Toen was het alleen een 15 kilometer. En dit jaar is voor het eerst het NN Running Blind Weekend. Nou, vorig jaar was het echt puur selectief de 15 kilometer. En een van de dingen is dat we als NN zijnde in samenwerking met Unique Sporten het meest toegankelijke evenement van Nederland willen zijn. Dat is hier dus bij de Zevenheuvelloop. Die 15 kilometer, dat vonden we heel veel mensen hartstikke leuk. Alleen een aantal zeiden van ja, maar ik wil eigenlijk ook wel graag aan die 7 kilometer mee kunnen doen. Want die 15 kilometer is iets te ver voor mij. Dus dat betekent dus dat we niet alleen nu de zondag doen, maar ook de zaterdag. Een 15 kilometer, een 7 kilometer en ook nog het NN Mini Running Blind Kids Run. Blinde mensen lopen allemaal met een buddy. Sommigen wel. Dus er zijn natuurlijk een hele hoop die regelmatig met verschillende buddies trainen in alle delen van het land. Maar als die geen buddy hebben, dan zorgen wij daarvoor. Dus de kans als die er is dat we ze kunnen helpen, dan doen we dat zeker. Sommigen zijn heel ervaren buddies, dus al een maatje hebben met een visueel beperkt iemand. Maar er zijn ook een aantal die voor het eerst gewoon zeggen van nou, laat mij dat eens proberen. Als ik iemand kan helpen, dan doe ik dat graag. Voor de visueel beperkte mensen is het een drempel om hieraan mee te kunnen doen in zo'n groot massa-evenement. Maar dat is het ook wel een beetje voor de buddies. Die denken van ja, weet je, ik moet toch de ogen zijn van een ander. Nijmegenaar Mike Foppen, in training voor Olympische Spelen in Parijs, is natuurlijk ook deelnemer. Zeker, ja. Olympische Spelen is het belangrijkste wat eraan gaat komen in het komende jaar. Dus eigenlijk alles wat ik nu doe staat ook een beetje in het teken van de Spelen. Maar ja, goed, de Zevenheuvelloop kan natuurlijk niet missen tussendoor. Nou, ik zei net al een beetje, ik wil met een glimlach over de finish komen. Ik heb vorig jaar voor het eerst meegedaan, toen heel erg geleden eigenlijk. Voor mij de eerste keer de 15 kilometer. En toen zei ik dat ik voor het Nederlandse record ging. Dit jaar probeer ik gewoon wat meer ervan te genieten. En nu wil ik gewoon zo diep mogelijk gaan en alsnog met een glimlach over de finish komen. Visueel beperkte deelnemers kunnen nu voor het eerst ook meedoen met de nachtelijke editie. Ik ben benieuwd natuurlijk naar de reacties na afloop, maar ik verwacht zelfs mensen die dus wat beperkter zijn, hè, ze zijn niet allemaal helemaal blind, ze zijn beperkt, ben ik wel heel benieuwd hoe dat gaat zijn met de muziek en met de verlichting.